Jongere kijkers en welkom weer bij deze gloednieuwe video. Ik zit even een lengtersteen. Jongens, we doen gewoon eens gek. We gaan Fortnite spelen. Jemig, dit heb ik altijd. Ik moet tijdens de video moet ik plassen. Ja. Dat is super leuk. We mogen nog iets van 2,5 uur gamen. Dus ik ga wel heel wat tiers up. Maar moet bij de shark ergens? Moet ik daarheen? Mag ik daarheen? Oh, ik zit met een creepy skin. Maar ik moet hier ergens. Zo, ik moet nog mijn kleider uitklappen. Ja, dus er zijn heel veel mensen die Fortnite spelen. Maar ik die kennen het dan. De challenges van Aquaman. Maar ik moet dus daar landen of zo. Ja. En vergeet niet te liken en te abonneren. Daar zo zie ik wel een epic wapen. Wat is het? Zo, die is down. Maar ik moest hier naartoe voor een staf van Aquaman of zo. Oh, je moet hout geven. Oh, moest ik dat misschien doen? Ik weet niet meer hoe. Nou. Als ik het had, dan deed ik het. Oké, van deze boom krijg ik super veel hout. Veel meer dan bij Ark. Hier, ik. Maar ik moest hier wat doen. Moest ik dat dan doen? Hun 100 hout geven. Wat ik nu al lang weer terug heb. Maar volgens mij moest ik iets met een drietand lenen. Dacht ik niet. Ik moest iets met een drietand, volgens mij. De drumgun is helemaal niet uit de game, want ik speel met allemaal de game mode dat er allemaal wapens van vroeger terugkomen.
Arbeiten. Zum Arbeiten nun bei die ganze Ding hake. Okay. Ik geef de girl uit die dingen toch? Die zijn zo chill. Maar wat moest ik hier zo dan doen? Ben ik hier alleen maar naartoe gegaan om wat mensjes hout te geven? Want dan vind ik het gewoon echt verspilling dat ik hier naartoe ben gegaan. Ik weet ook niet waarom ik veel ben gegaan, want het is duo. Dit is meer een spraywapen voor als je binnenkomt. Dit is ook een beetje een spraywapen. Maar dit is echt mijn lievelingswapen. Jullie weten niet hoe blij ik ben dat dit wapentje terug is. Want er is toch gewoon een dikke stroming daar naartoe. Nee, ik blijf wel eventjes rustig zitten. Wat je kon. Ging je toch de lucht in met dat soort dingen? Of ben ik nou helemaal koekoek? Ik ben wel eens met zo'n ding de lucht in gevlogen. Oh ja, ik zat helemaal niet op haaien te letten. Die zwemmen er ook, hè. Het is niet alleen maar mijn terrein dit. Maar bij deze nieuwe game mode. Wacht, is dat nou een krui? Kruisbogen kosten geen kogels. Oh, de oude pump. Nee, oké. Ik heb net aan mezelf beloofd dat ik met dit dingetje ging spelen. Want ik wist dat deze van overkant was. Nee. Je spot je gewoon XP coins. Free XP coins spotten. Nu heb ik iets anders aan mezelf beloofd. Oké, maak me maar af. Ja. Die gast is ergens daar ook. Als je goed keek, zag je hem net springen. Ik ga niet lieven. Maar dit duurt zo lang. Hij heeft 3 kills.
Als je lief, is het potje toch vrij. Nee, ja, dan is het allemaal voorbij. Maar volgens mij geldt de challenge die je hebt gedaan dan niet. Dat was tenminste eerst zo. Hey, hier heb ik de vrouw van. Seizoen 11, oftewel seizoen 1, chapter 2. Deze was van vorig seizoen. Deze was van seizoen X. Deze was van de Storm King. Dit is gewoon de vakantie. Het gewone vakantie. Nee, maar ik weet wel, ik heb heel erg in Duits. Zo, wij doen nog niet rijden, want wij willen Aquaman. En wat? Ja, dan. Oké, ik kan geen Engels. De Aquaman challenge. Ja.
dat daar? Oké, ik weet nu waar dat is. Dat is ja, dan heb je daar dat eilandje waar die schelpen huisjes staan. Daar zo wat achter is een rots en daar zo is de trident en die kan je dan claimen. Maar ik zag in de shop, wij hebben een paar, een weekje geleden of zo, hebben Aquaman gekeken. Dat wou ik heel erg graag, omdat Aquaman in Fortnite is. En ik wou weten, dus, hoe Aquaman is geworden. En de nieuwe skin die ook nu in de... Welk wapen is het? Ah, dacht even dat dat de heavy was. Maar hiermee verspel je de... Het is hier bij deze steen. Hier zo draait het rond, maar wat is dat? Is dat een bootje of zo? Maar er is daar zo ook achter bij de berg helemaal is een bootje. Eén tip, ga naar dat eiland. Kijk, dit eiland doet ook niet. En dan gaan we dus het gekke mensen. Nee. Daar. Maar allemaal van... Allemaal van de gekke mensen. Maar wacht eens even. Hier stond dat podium. Die is dan ook opgeslokt. Dus wie weet komt die later weer naar boven. Ja, daar zie je de triton. Ja. Wie weet zijn er ook nog andere mensen op zoek. Porta Forta. Wacht, nee, dit is een Porta Forta. Porta Forta, dat is die legendary Porta Forta. Volgens mij heet het dat Porta Forta. Porta Forta. Het Engels gaat lekker. Krijg ik nu ook die pickaxe? Ja. Eén ding weet ik nog wel. Dat ik zo niet tegen die muziek ben. Daar zijn mensen. Ik kan me lekker niet zien. Ik heb dezelfde kleur als het water. Goed zo. Blijf maar daar. Mooi. Wat is? Jemen. Wij zwommen gewoon tegen elkaar aan. Wij dachten gewoon van... Ja, we zwemmen even lekker tegen elkaar aan. Heeft hij daarvoor nou echt zijn bouwmatch verspeeld? Oké. Oké. Wacht, nee! Nee! Ik wil die
Drie tand wel. En ik wil de volgende challenge gaan doen. Maar daarvoor moet de iPad wel eerst eventjes opladen. Want hij is bijna 0%. Ik stop snel eventjes de iPad in de oplader. Want dan kunnen we kijken wat de volgende Aquaman challenge is. Maar ik snap het niet. Want bij de film, ik weet niet of jullie hem al hebben gekeken en jullie nog moeten kijken en willen kijken. Als jullie hem nog willen kijken, doe even je oortjes in. Want ja, nu hebben we die Triton super makkelijk. Maar ja, in het echt, bij de film, moest hij een beest helemaal onder controle krijgen. Is al bijna helemaal verzacht. Alleen hier nog. Daar nog een beetje. En daar. Ja. Yes. Het bolthuisje is terug. Wat hou ik van het bolthuisje. Sorry jongens, maar ik hou gewoon echt van het bolthuisje. Dus die. Moet je hier zo landen. En daarna. Zijn die agent Shadow Force? Nee. Want anders ben ik nu wel super blij. Oké, nooit stil blijven staan. Oh, dit wapen was zo overpowered. Dit was toen gewoon. Ik kon gewoon. Alleen maar met deze kon ik al winnen. Alleen toen was ik nog Sam. Dat ik nog niet. Als ik nu dit wapen krijg. Heel veel ammo. Oké, nieuw challenge. Kill daarmee. Een chunky chick. Helikopter weg. Dit is mijn loot wat hier aan mij ligt. Het is niet jouw zaak. Het is niet jouw zaak. Hiermee ga ik ze ownen. Vooral hiermee. Nieuw challenge alleen maar met deze wapens. Wacht, je moet altijd. Eén tip, altijd onopvallend naar de hoofd. Eigenlijk zou ik nu in het water dan moeten. Maar daar heb ik geen zin in. Hoe ben je het onopvallend met deze skin in het water? Ga altijd met deze skin in het water. Daar zie ik iemand. Nee, jemig. Hoezo hebben ze... Nee, dit vind ik niet leuk.
nou? Sorry mensen, maar ik ben een beetje moe. Ik heb het ook echt super lang niet meer gespeeld. Maar ik ben een beetje moe op dus. Anders was ik wel wat beter. Anders die gast in het water was anders dood. Pushcam. Hoe sprong die daar overheen? Kan je? Nee, dat kan dus wel weer. Dit jaar net iets. Jemig, wat ben ik slecht. Ik moet gewoon geen challenges meer doen. En je moet geen Fortnite spelen zonder een headset. Ja jongens, ik heb oortjes. Ik heb piepes oortjes. Nee. Ga ik weer een nieuw potje. Oké, dit potje ga ik gewoon lieven. Sorry mensen. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. Straks komt nog een video van de volgende Aquaman Challenge. Dus ja, tot de volgende keer.